Hoi, hoi allemaal. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Het is buiten hartstikke donker, dus ik heb mijn softbox even aan moeten zetten. Dus ik hoop niet dat er veel kunstlicht is, zeg maar. Maar ja, beter kunstlicht dan geen licht en te donker, toch? Ik heb vandaag een video voor je, even tussendoor. Heb ik de laatste tijd wel vaker last, omdat ik tussendoor ineens zin heb om te filmen en om online te zetten. En vandaag is het ook weer zo'n dag. En ik heb een shoplog van de DM voor je. En de Kaufland, want ik ben in Duitsland geweest. En de Duitse supermarkten vind ik ook top. Vooral de chocola en zo die ze hebben. Dat is super lekker. En ik heb echt heel veel zin om het aan je te laten zien. Ik vind, als ik het zo bekijk, dat ik voor mijn doen nog best wel meevalt. Normaal schiet ik echt gigantisch uit bij DM. En als ik dan thuis ben, dan merk ik echt dat ik allerlei impulsieve aankopen heb gedaan. Dat ik echt dingen heb gekocht waarvan ik denk, wat is misschien niet nodig, want het is maar 50 cent, maar ik heb nog 3 van die dingen liggen. Ik heb, zover ik weet, geen douchegel en geen bodylotion gekocht. En dat vind ik heel knap van mezelf. Wel shampoo, had eigenlijk ook niet gemogen, maar geen douchegel en geen bodylotion. En dat vind ik heel knap van mezelf. Ik zou zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Ik begin even met de supermarkt. Heb ik ook beauty spulletjes en zo gekocht, maar ook wat lekkere snaperijen. Versnaperijen, snaperingen. Ja, dus laten we gauw gaan beginnen. Zo, ik begin even met alle etensdingetjes die we hebben. Alle prijzen en alle exacte naam van de producten zet ik even hieronder in. Ik kocht een Merci Petits dingen. Volgens mij hebben deze in Nederland ook. Maar dit is dus die oranje met hazelnotencrème. En dan kleine dingetjes. En die vind ik zo lekker in het groot. En ik hoop dat het dezelfde smaak is. En hartstikke ongezond, maar I don't care, want ik vind ze lekker. Kocht een paar theetjes. Laatst ben ik heel erg aan thee leuten. En ik weet dat Eline van Eline 94 altijd thee meeneemt uit Duitsland. En ik nam papaya en ananas, nee, met hibiscus en exotische vruchten. Thee, losse thee mee. Deze vond ik heel lekker uitzien en hij ruikt ook lekker. En ja, omdat ik de laatste tijd helemaal into de thee ben. Dit is groene thee volgens mij. Ik vind groene thee ook het allerlekkerste. Vandaar dat ik ook oranje en gember thee heb gekocht. Nee, dat wist ik niet uit mijn hoofd. Maar ik zie de plaatjes staan. Want mijn Duits is echt crap. Ik kan heel goed Italiaans. Ik kan Spaans. Ik kan Frans. Ik kan Engels. Maar Duits ben ik echt heel slecht in. Ik begrijp het gewoon niet of zo. Maar deze is dus met oranje en oranje. Met sinaasappel en gember. En ook die rook heel erg lekker. Meestal als thee lekker ruikt, smaakt het ook lekker. Althans, heb ik. Ik heb het idee dat mijn hoofd te ver. Ja, is beter. Dan weer wat lekkere dingetjes. Ja, thee is ook lekker. Ze hebben in Duitsland, volgens mij hebben die in Nederland niet, Magnum chocolade. En dit is de witte. En ik hou van witte chocola. Ik hou ook van melkchocola puur. Vind ik niet zo lekker. Maar deze vond ik dus ook super lekker. Leek me lekker althans. Ze hadden van die grappige mini bars. Even goed houden, vrouwtje. Eentje met koekjes erin en eentje met karamel erin. En die is gewoon lekker om een keer mee te nemen naar mijn werk of zo. Als ik eens een keer ongezond mag doen van mezelf. Mag ik trouwens wel vaak, want ik heb nou dus een frikandelbroodje in de oven liggen. Lekker. En Rittersport hebben ze ook veel goedkoper en allerlei rare soorten die we in Nederland ook niet hebben. Dit is karamelmoes met chocola. Ik hou van chocola en van karamel. Dus die is lekker, denk ik. Althans. Ik kocht een kaarsje en hierna gaan we over op de beauty troepjes. Deze is met groene appel. En die is van Bolsjes en dat is gewoon een goed merk. En er zit ja, één lontje in van mij. Het is een groot kaarsje. Maar deze ruikt echt gewoon ontzettend lekker naar groene appel. En die ga ik ook met heel veel plezier gebruiken. Ik had eigenlijk met mijn moeder afgesproken dat ik geen geurkaars zou kopen. Maar ik heb er eentje gekocht. Dat vind ik toch nog best wel goed van mezelf, toch? Ik kocht Sajos blondering. Nicole gaat echt stijgen als ze dit ziet. Sorry, Nikki. Maar ik wil toch gaan proberen om mijn haar zelf te blonderen. En zij zegt hoe slecht dat is. En dat klopt ook wel. Maar ik wil gewoon mijn haar ietsjes lichter. Ik heb daarom ook niet de sterkste dingen gepakt. Hoe noem je dat? De sterkste verf gepakt. Sterkste blondering. Maar ik wil het gewoon wat lichter hebben. Zeker met oog op de zomer. Het hoeft niet helemaal blond, maar gewoon ja, wat lichter. En ik hoop dat dat hiermee gaat lukken. Ik kocht een winterbad. Dit is een badzout met kaneel, sinaasappel en waar zijn zimt en nelken nou weer? Geen idee. Maar als ik de plaatjes zie, dan is het in ieder geval vanille, kaneel en sinaasappel. Maar dat zal het niet zijn, want dat lijkt niet op wat er staat. Er zit hier zo'n spiek dingetje in waar je dan aan kan ruiken. En hij ruikt heel erg lekker. Ik kocht een Nivea make-up remover voor je ogen. Een lotion vind ik fijner dan een olie. En ik gebruik de laatste tijd heel graag die micellaire water van Simple. Omdat er heel veel goede ingrediënten in zitten voor de huid.
Maar hij gaat vrij snel op. En hij is niet heel duur. Maar toch, als ik zie in vergelijking met die van Garnier hoe lang hij meegaat, denk ik dat hij in verhouding best duur is. Om ogen heb ik dat niet nodig. Dus ik denk, ik koop er een los flesje bij. En deze is voor de sensible ogenpartie. Dus voor de gevoelige ogen. Hé, hey, dat kan ik eruit opmaken. Goed, hè? Dus deze. En ik heb ook geroepen dat ik voortaan geen dit soort producten meer gebruik. Maar dat ik over wil gaan stappen op Purity. Maar het is toch best duur. Het gaat toch best hard. Dus ik heb toch nog maar een flesje wasgel meegenomen. Dit is die micellaire wasgel van Garnier. Maar dan om je make-up te verwijderen. En om, ja, dus als nat te gebruiken, zeg maar. Droog of nat. En dan voet uitwrijven en dan gaat je make-up eraf. Deze heb ik al een paar keer meer gehad en ik vind hem ook fijn. Ik vind hem alleen niet zo lekker ruiken. Het ruikt naar knutsellijm. Maar goed, hij is wel heel fijn in gebruik. Een badschuim. Badschuim mag ik wel kopen, want het gaat gewoon heel hard. Litamin. Ik ken het merk niet, maar ik vond de geur heel erg lekker. Heel erg lekker honingachtig. Ja, en echt een lekker winterscheurtje. Dus hier was ik gewoon heel benieuwd naar. En Daphne had er ook een gekocht. En toen kwam ze er thuis achter. Oh ja, we hebben helemaal geen bad meer. Dus die krijg ik nog vanavond, ja. Nog een badschuim. Deze heb ik vaker al gehad en vind ik iedere keer super lekker. Dit is de Palmolive kokosnoot. Ik hou niet van kokos, maar deze kokosnoot en jasmijn, geloof ik. Weet ik niet. Maar deze ruikt niet naar kokos. Deze ruikt, ja, gewoon lekker, maar niet naar kokos. Dus die heb ik gekocht. Kocht ik twee, ja, misschien in jullie ogen wat onbenullige dingetjes. Maar ik had ze nodig. Cosmetische doekjes. Ja, dat zijn gewoon van die tissues. En die zet ik dan op mijn beautytafeltje. En om de swatches van mijn hand af te vegen. Of als mijn lippenstift niet mooi is of zo. Dan pak ik zo'n doekje en dan haal ik dat eraf. Dus die nam ik twee mee. Ook leuke verpakkingen vond ik zelf. Mijn frikadelbroodjes zijn klaar. Ik ga hem even uit de oven halen. Anders is hij daar hard en verbrand. Dan ben ik uiteraard bij de DM geweest. En dat is wel wat meer dan de supermarkt. Maar ja, daar hebben ze natuurlijk ook wat leuker en andere dingetjes. Ik ga even willekeurig te lijf met wat ik kocht. Ik kocht handschoenen. Zul je zeggen, wat moet je ermee? Het past trouwens leuk bij mijn nagels. Wat moet je ermee? Maar dit zijn van die verzorgende handschoenen. Daar kun je crème op je handen doen. En dan die handschoentje en dan trekt die crème heel goed in. Ik heb ze al zo vaak voorbij zien komen op YouTube en over gehoord. En ze moeten gewoon heel fijn zijn. Maar iedere keer kocht ik ze niet. Maar ik heb laatst heel droge handen. Dus ik denk, die neem ik nou toch maar eens een keer mee. Deze, dit is een tonic van Alcina. En daar zit dus glycolzuur in. Deze zag ik op het filmpje van Iribella. Iris van Iribella. En ik denk, ik wil hem ook wel eens proberen. En glycolzuur is het derde ingrediënt. Dus die nam ik mee. Wil ik heel graag proberen. Dit had ik nodig, de Kliskuur haarspray. Ik heb deze iedere maand wel eentje, maak ik die wel eentje op of om de maand zoiets. En ik heb er nou nog maar eentje en dan is het op, dus ik denk ik neem er eentje mee. Ik had er eigenlijk twee mee moeten nemen, maar goed. Heel lekker en deze ruikt ook heel lekker. Ja, heel erg, ja, ik kan het niet omschrijven. Ik had ook een scheerschuim nodig, dus die heb ik eentje gekocht. Normaal hebben we dat verschillende geurtjes, maar een scheergel is het trouwens. Maar dit is de perziken en citroen. Perzik en citroen. En die ruikt heel lekker. Naar perzik. Dus die heb ik ook meegenomen. Langzaam gaan ook mijn haarmaskertjes op. Dus ik nam een nieuw haarmaskertje mee. Dit is een nieuwe van Garnier. Waar schatje? Bij ons is dat Loveling Blend. En deze zaten ook heel voedende ingrediënten in. Sojaolie, argenolie, aloe vera, almondolie, amandelolie. Heel erg lekker. Dus die wil ik heel graag gaan proberen. Hij ruikt ook heel lekker. Ja, wel een beetje olieachtig. Ja, ik kan het. Ja, hoe ruikt olie? Ja, lekker geurtje in ieder geval. Ik ben altijd zo lekker duidelijk met die dingen. Wat hebben we dan nog meer? Een tandpasta. Een zwarte tandpasta om precies te zijn. Dit is tegenwoordig helemaal in. Van die zwarte kool zit erin. En dan moet je tanden heel erg witter maken. Alleen zijn ze redelijk wit met tanden. Maar het kan altijd witter toch? En ik denk van ik ga hem gewoon eens een kans geven. Dan kocht ik een shampoo en een conditioner. Had ik ze nodig? Nee. Maar ik wil ze heel erg proberen. Dit zijn van die dupes van Loveling Blends. Dus die waren schatjes die ik net liet zien. En hier zit kokoswater in en gewoon hele goede voedende ingrediënten. Ik vind de geur niet lekker. Want het is kokos. En ik hou niet van kokos. Maar als ze mijn haar goed voeden en goed verzorgen ben ik blij. En ze kosten maar 95 cent per stuk. Dus wat wil je nog meer? Ik verdroog haar en ik ben er gewoon benieuwd naar. Er zitten wel geen siliconen in en meestal heeft mijn haar wel siliconen nodig. Maar goed, we gaan gewoon het proberen.
Ik zei net al dat ik mijn haar wat blonder wil maken. Dus ik kocht ook een blond shampoo. En dit moet dus beloven om binnen 3 wasbeurten je haar blonder te hebben. En dus ook niet geel, maar een mooie blonde kleur. En ik denk, ik ga het gewoon eens proberen. Want ze kosten maar 1 euro nog iets per stuk. Kijk even onderin als je het exact wil weten. En ja, ik was gewoon heel erg benieuwd of dit iets zou gaan doen. Dus die... Wattenstaafjes, hier heb je me ook al vaker over horen praten. Dat is met zo'n platte kant en met zo'n roerkant, zeg maar. En met die roerkant meng ik dan mijn foundation en met die platte kant breng ik het aan. En dan doe ik het of met een kwast of met een beautyblender aanstippen. En dan doe ik het mooi vervagen of in de huid blenden. En die waren op, ik had ze van de Ethos. En die waren op en deze zijn gewoon spotty goedkoop. Dus die heb ik weer een pakje meegenomen. Dan doekmaskertjes. Dus ik heb er maar 4 meegenomen. En maar 4, dat klinkt natuurlijk een beetje luxe. Maar ik gebruik... iedere week wel een doekmaskertje. Vooral nadat ik mijn Koreaanse skincare en zo aan het uitproberen ben. En kijken of dat iets is. Doe ik na het exfoliëren een gezichtsmaskertje of een doekmaskertje. Ik heb 2 van die aqua toegmaskers meegenomen. Heb ik al vaker gehad. Vind ik heel fijn. Vooral voor in de zomer als het warm is. Zit ook allerlei voedende olie in. Hyaluronzuur, vitamine E. Ook allemaal redelijk bovenaan. Dus die heb ik weer 2 gekocht. En nieuwe, althans, ik heb ze nog nooit gezien. Ik heb ze ook nog nooit gezoend, maar niet gezien. Dit is Cool Camel. En hier zaten ook gewoon hele voedende ingrediënten in. Glycerine, dulcis oil, weet ik veel. Hyaluronzuur is het 3e ingrediënt. Allemaal gewoon hele lekkere voedende ingrediënten. Dus die nam ik mee. Dan iets wat een klein beetje een overtreding is, maar tegelijkertijd ook weer niet. Want ik doe het altijd heel graag in bad. Dit is van Triacomune Ginger Morning. Ik heb wel eens vaak gezegd dat dit mijn favoriete geur is. Van Triacomune is. Vooral voor in de ochtend als douchegel te gebruiken. Maar ook gewoon in bad als ik wakker moet blijven. Zeg maar. Als ik bijvoorbeeld nachtdienst heb gehad of zo. Of nachtdienst heb. Dan ga ik voor mijn nachtdienst in bad. En dan moet ik gebruik ik lekker deze. En ik heb hem ook al een paar keer opgemaakt. Ook de enige geur van Triacomune die ik vaker heb opgemaakt. Dat is niet waar. Die honing heb ik ook 2 keer opgemaakt. Maar goed. Deze is echt ontzettend lekker. Je moet ervan houden. Want ik denk dat niet iedereen dit lekker vindt. Dat denk ik echt. Oeps, mol ik hem nou meteen? Nee, valt mee. Echt heel erg lekker. Maar je moet ervan houden, wat ik dus al zei. Dan hebben we nog 3 kleine dingetjes en dan make-upjes. Nutmeg Coffee Cake, ook voor in bad te gebruiken. Deze is zo lekker. En ik heb er ook over gedacht om het bodylotionnetje mee te nemen. Maar ik heb het niet gedaan. En laten we eerlijk zijn, dit is gewoon als douchegel bedoeld. Dus eigenlijk heb ik wel een kleine douchegel gekocht. En deze is dan als badschuim. Goed, hè? Ruikt heel erg lekker naar koffie. En dit is wel echt iets wat ik lekker vind. Zeker voor nou in de winter en zo vind ik dat gewoon heel erg fijn. Dus die nam ik eentje mee. Dan 2 dingetjes voor op vakantie. En de laatste dingen van de verzorging. Een kleine nagellakremover. Acetonvrij in een candy geur. Zo ruik ik er niks in. Maar ik moet vaker zeggen dat als ik dit soort dingen vaker heb gehad. En als ik ze dan op mijn nagels gebruik, dan is het geurtje niet zo sterk. Dus, en mijn vader vindt het echt verschrikkelijk als ik mijn nagels doe. Dan, het stinkt hier. Bah, buh, buh, buh. En in het begin, toen ik ziek ben geweest, was dat niet. Want toen was hij heel blij dat ik mijn nagels weer ging doen, zeg maar. Maar nu gaat hij weer langzaam aan het zeuren. Dus ik denk, ik probeer deze. En die is ook gewoon handig om mee te nemen op vakantie. Gewoon een klein formaatje. En een zonnefactor 30... Ik kan niet lezen wat erop staat, maar ik weet wel dat het factor 30 is. Gewoon een klein spreetje. Ik denk dat is handig voor mee te nemen naar Amerika. Want we gaan 5 dagen in april, half april gaan we. En ik had zoiets van, nou dat is gewoon makkelijk om mee te nemen. En dan kan ik daar mooi die 5 dagen mee doen. Dus die. Make-upjes, maar toch nog eerst iets anders. Ik kocht deze bij de Galeria Kaufhof. Dat is zo'n soort bijenkorf, zeg maar dan in Duitsland. Lijkt op deze, maar deze is van Lancaster. En dit is een gezichtsspray. En die kun je dus over je make-up heen sprayen. En daar was ik gewoon heel erg benieuwd naar. Hij was niet goedkoop. 25 euro of zo. Maar ik denk als dit gewoon iets is, dan neem ik het gewoon mee. Want als ik dit echt over mijn make-up heen kan sprayen en het gaat niet... Mijn shampoo valt op de grond. Nou, laat me denken. Wat was ik nou te vertellen? Oh ja, over deze. Er zit een balletje in. Oh. Maar goed, vind ik dit gewoon heel fijn om over mijn make-up heen te sprayen. Ik heb een kleintje van Clinique, een flesje, een crème. En die is factor 50. En die zou je ook, ik ben echt opgelicht in die winkel, over je gezicht, die heb ik al eerder een keer gekocht, over je make-up aan moeten brengen. Nou, het gaat gehyde, creasen en caken en zo. Nou gebruik ik hem onder mijn make-up, dat werkt wel, maar dat is me niet beloofd. Dus ik denk, ik probeer deze eens een keer.
Dan, wat bij de make-up ligt eigenlijk, is een nail en cuticle serum van Trend It Up. Trend It Up is het eigen merk van de DM, het eigen make-up merk. En ik heb nou geen Lemony Flutter in huis. En ik denk van, ik ga het gewoon eens proberen of het met deze ook werkt. Mijn nagelriemen zijn heel droog op het moment. Maar ik had zoiets van, ik ga het gewoon eens proberen, kijken of het iets is. Ik kocht een nieuwe beauty blender, een Real Techniques dupe. Ik wil namelijk binnenkort een video gaan maken over mijn af- en aanraders van dupes van de beauty blender. Ik heb er heel veel getest en deze vond ik heel erg fijn. Heb ik ooit gehad, maar die was oud, versleten en dergelijke. Dus ik heb hem weggedaan. Ik wil hem gewoon nog een keer en dan kan ik ook echt de vergelijking maken van hoe nemen ze water op, worden ze groter en dergelijke. Dus die. Ik had geen waterproof mascara meer, want ik heb allemaal mascara's weggedaan. Want ze waren allemaal oud en vies en droog en weet ik veel wat. Op een aantal na natuurlijk, want ik moest nog wel mascara hebben. En ik heb die van Piet Zwaai gekocht. Een willekeurige, ik denk ik ga het gewoon eens proberen. High Impact Volumizing Collagen Mascara Waterproof. Wauw, lesjes belooft die. Nou, ik heb vrij lange wimpers van mezelf door het kruidvat serum. Maar die heb ik dus gekocht. Ik kocht ook een nagellakje van Trend It Up. Hetzelfde merk als die nagellak cuticle dinges. En dit is een holografische. 9 van de 10 keer zijn deze lakjes niet holografisch. Maar ik vond er wel gewoon een mooi glansje in zitten. En een leuk kleurtje. Dus ik denk, nou, die nemen we mee. Als je vaker in Duitsland komt, weet je dat ze van L'Oréal en Maybelline, dat het en goedkoper is en vaak producten hebben die wij niet hebben. En het erge is dat dat vaak de producten zijn die me aantrekken. Misschien komt dat ook wel omdat ik weet dat ze niet in Nederland te koop zijn. Maar ik kocht een primer, Nikia Joy, een Australische YouTuber, daar heb ik pas vaker over gehoord. Is hier helemaal weg van, ze heeft net als ik een vette huid. En zij raadt deze echt aan. Focus. En ik denk, nou, dan koop ik hem, want dan wil ik hem wel eens proberen. En wat ik mij ook aantrok was die van Maybelline. Deze is van L'Oréal trouwens, had ik dat al gezegd, weet ik niet. Maybelline Dream Satin Mist. Dit moet dus een, geen matte en geen oplichtende zijn. En eigenlijk precies wat goed is. Ik heb 9 van de 10 keer een matte nodig. Maar als ik wil filmen bijvoorbeeld, dan wil ik mijn gezicht niet zo extreem mat. Want meestal haal ik mijn make-up er daarna toch af. Of ben ik vrij of zo op die dagen. En dan wil ik graag een beetje een tussenin variant. En dit leek mij er perfect tussenin. Dus die kocht ik. Dan kocht ik een nagellakje van Essence. Een schattig, poeperig lentekleurtje. Lila. Ik hou van lila en van paars en van lentekleuren. Kun je ook wel zien. Want ik heb nou ook een vrolijke pastelkleur op mijn nagels. En deze hadden we in Nederland. Hebben die natuurlijk ook gewoon. Maar ik denk, ja, ik ben er. Ik loop er tegenaan. Ik vind hem leuk. Neem hem mee. Het laatste wat ik aan make-up kocht bij de DM. Ik heb nog wat andere dingetjes. Is deze Soft Matte Metallic Lip Cream van NYX. De DM verkoopt voor NYX, maar niet alles. Maar gelukkig hadden ze in de shoppingmall waar wij waren ook gewoon een NYX winkel. En dit is dus een, ik vind altijd als je hem zo aanbrengt, dan is hij niet metallic. Dat is met die andere ook. Ik heb de kleur Milan. Die komt trouwens in mijn favorieten. Vertel ik alvast. Maar als je hem dan op de lippen aanbrengt, je laat hem even drogen, dan wordt hij weer metallic. Meer metallic, zie je? Dit is gewoon die soft matte, maar dan met een metallicje erin. En dit is de kleur Monte Carlo. Die hebben allemaal namen van hoofdsteden. Monte Carlo is volgens mij de hoofdstad van Uruguay. Weet ik. Oh, wat schandalig dat ik dat niet weet. Weet ik niet exact, maar die dus. Dan zijn we bij de NYX winkel geweest, wat ik dus al even aanstipte. En ik had in de adventskalender van NYX die butter lipsticks. En die vond ik heel fijn. Maar die ene die ik heel fijn vond is meegegaan in de wasmachine die je met challenge had om op te maken. Dus die is overleden helaas. En ik vond ze zo fijn dat ik er 2 in het groot heb gekocht. Ook 2 heel verschillende kleurtjes. Een paarsige. En deze zijn gewoon heel zacht en heel luchtig. En ja, die is het trouwens. En die vond ik heel erg mooi, uiteraard. Ik had er wel meer mee willen nemen, maar ik denk, ja, dat is niet nodig. En een wat meer zomerkleurtje, ja, lentekleurtje. Eigenlijk gewoon neutraal ook. Die is wat fancy, wat roze. En die vond ik leuk, uiteraard, anders had ik ze niet gekocht. Bij de NYX winkel kocht ik ook een pigment. Ik ben de laatste tijd helemaal into de pigments. Ik heb nou ook een glitter op van Essence. En dit is een heel mooi groen kleurtje. Insomnia heet die. En ik heb in de zomer heel graag groene kleding en zo. En mintgroene vind ik echt hartstikke leuk in de zomer. Dit is niet mintgroen, maar wel groen. En ik had zoiets van, nou, die doe ik dan. Het allerlaatste wat ik heb gekocht is in een klein... In Oberhausen hebben ze zo'n klein parfumerietje. En
dat is echt nog een paar vierkante meter. En dan verkopen ze W7 en de balm. Ik zat zo met te verlekkeren aan een blush van de balm. Hele mooie baksteenrode kleur. Maar ik denk, nee, ik doe het niet. Ik heb gewoon te veel blushes. Ik ga straks naar Amerika. Ga ik ook weer geld uitgeven. Dus dat doen we niet. Maar ik kocht wel van W7 een kleine The Matte Fixer. Een heel klein, handig, compact flesje. En deze ga ik meenemen naar Amerika. Want het is gewoon makkelijk. Zo'n klein, schattig ding. En ja, hij was ook niet al te duur. Dus ik denk, nou, ik neem hem gewoon mee. Dit was mijn shoplog uit Duitsland. Toch meer dan ik had verwacht. Ik had eigenlijk gedacht dat het minder was. Nou, de spullen van de DM vallen dit keer dan mee. Maar toch uit de supermarkt en de make-upjes en zo. Ik hoop dat je het heel erg leuk vond. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Eén druk op de rode knop en je maakt mij heel erg blij. Dan wil ik je bedanken voor het kijken en graag tot morgen. Want morgen komt er een nieuwe video online. Doei!